Hallo allemaal. In tegenstelling tot de andere vele technische talks ga ik eigenlijk gewoon mijn mening geven van hoe het WordPress gebeuren allemaal in het onderwijs ligt, naar mijn mening. Wat ik eigenlijk heel mooi vind aan WordPress is dat iedereen die dat wenst met WordPress kan beginnen. We blijven leren bij WordPress. Het is immens groot en we zijn eigenlijk nooit klaar met het helemaal te kennen. Gisteren ben ik ook naar de Contributor Day hier in Antwerpen geweest. En daar heb ik de hele namiddag bezig geweest met support, samen met veel beginnende contributors. Ik merk enorm dat het to-go point is om te beginnen bij vele mensen, dat het makkelijkste is om op te nemen. En dan vanuit daar kan je gaan kiezen van, oh, ik heb toch wel meer iets voor Teams of andere meta misschien. Ik zelf ben ook begonnen enkele jaren geleden in support en verdien daar nu een extra inkomen mee naast mijn studies. Ik studeer hier namelijk op KDG. Het eerste waarover ik ga praten is wat we eventueel kunnen doen met WordPress in het onderwijs. De manier waarop we naar onderwijs kijken is de laatste jaren heel wat veranderd naar mijn mening. Vroeger in de les hebben we altijd een cursus bij of op de laptop misschien een pdf. Maar nu wordt het veel interactiever. Alhoewel we met WordPress heel wat meer interactieve dingen kunnen doen, zijn de docenten daar niet echt altijd toe bereid. Als je op het internet gaat zoeken naar een probleem met hoe start ik met WordPress of hoe los ik een probleem op, zijn er heel wat reclame-advertenties naar je hoofd gesmeten die online courses aanbieden, die wel heel interactief zijn en die je kan starten wanneer je wilt. Die lessen zijn ook, vind ik ook het meest effectieve aangezien dat de manier waarop ze naar jou toe komen. Dus de interactieve manier waarmee dat je communiceert met je mentor van die online course is veel beter dan de relatie met de docent op een hogeschool bijvoorbeeld. Wat ik ook wel wil aanbrengen is dat ik vind dat een hogeschool heel wat meer moeite mag steken in het ontwikkelen met WordPress, aangezien dat je dan een platform kan creëren waar dat studenten kunnen reageren op de docenten, reageren op het lesmateriaal, in plaats van gewoon een heel statische cursus te uploaden achter een registratieplatform van school, bijvoorbeeld WordPress, Blackboard, een andere platformen. Het doel van het lanceren van zo'n platform zou dan zijn om de studenten en de docenten meer bij elkaar te brengen. Dat is nu niet het geval, zoals ik daarvoor al zei. Met die statische cursussen krijg je eigenlijk alleen concreet wat je moet leren en verder feedback in eventueel een les. Maar daar blijft het ook bij. Als we een gesprek aangaan met de docent, is het bijvoorbeeld dat gesprek en we hebben nergens meer een fallback over dat gesprek. Wat misschien wel interessant kan zijn tijdens een examenreeks of zo. Dan ga ik het ook even hebben over open course content. Ik denk dat scholieren.com bij de meesten wel bekend is. Dat wordt door studenten niet alleen gebruikt om thesissen en papers te kopiëren, maar wordt ook gebruikt als punt om te hervallen wanneer we bijvoorbeeld iets niet meer begrijpen of extra informatie nodig hebben over een bepaald onderwerp. Ik ben van mening dat
de systemen die wij nu gebruiken op de hogescholen, achter een registratieplatform, nogal heel, heel gericht zijn op alleen de studenten van die school. Dus ik zou het veel fijner vinden mochten we toegang hebben tot allerlei andere opdrachten van andere studenten of van andere scholen. Wat scholieren.com voor een deel aanbiedt. Mijn conclusie dat ik hier wil maken is dus eigenlijk dat we leren op de school wel werken met WordPress, maar niet volgens zijn volledige potentieel. Ik ben ervan overtuigd dat docenten en zowel ook studenten veel meer kunnen halen uit het volledige gebruik van WordPress. aangezien dat nu toch al een 30% van het internet draait op WordPress en we daar veel meer mee kunnen doen als we dit ook zouden meekrijgen van de schoolbanken af. En dat zou ook voor mij alleszins veel fijner zijn om een opdracht te maken, informatie op te zoeken, dan de hele tijd te moeten googlen naar een oplossing die meestal van een artikel komt online in plaats van een student of van een docent waar ik het eigenlijk van nodig heb. Andere tutorials die ik opzoek op YouTube soms om een eindopdracht te kunnen maken in WordPress zijn zo uitgebreid, terwijl dat in mijn opdracht eigenlijk alleen staat om een blogpost te maken. Dan vind ik het eigenlijk heel absurd om daarvoor te zeggen, je maakt een opdracht op WordPress. Ik bedoel, er zijn tal van andere systemen waar ik gewoon een blogpost kan maken. En dan lijkt mij een Word-document versturen ook minstens even goed. Dus als een docent de opdracht geeft om met WordPress een eindwerk te maken, vind ik het niet meer als normaal als we daar heel veel zouden mee kunnen doen. En met die conclusie ga ik mijn talk afronden. En dan hoop ik dat ik toch hier een standpunt gemaakt heb. Dank u wel.